Rutger Kastekum en Maxime Hartman hebben de handen ineengeslagen en storten zich in de Haagse politiek met hun speciale verkiezingsprogramma Rutger en Maxime kiezen partij. U kijkt. Hey jongens, even stil. Even stil, we zijn even aan het concentreren. Dit is de zendtijd voor de politieke partijen van de Smurf. En dan krijg je 40 seconden, go. Wij willen de mondige burger kritisch stemmen. U heeft ineens het vuur, hè? Zodat hij op mij gaat stemmen, snap je? Hij heeft ineens het heilige vuur, voel je het? Meneer Hudde, Hiddema! Kijk eens, heeft toch nu ineens het heilige vuur? Dit is de blanke zetelrover van de PvdA. Een boze witte man. Ja, je hebt Turken die het doen en je hebt ook ras-echte Nederlanders die gewoon een mes in de rug van de PvdA steken. Dat heeft hij gedaan. Ik ben een blanco stemmer, ik sta open voor alles. Vertel. Wij zijn voor een kleine overheid. Maar ook tegen... abortus! Ze zijn tegen abortus, mensen. Arme mensen in Den Haag. Rutger, jij doet het al heel lang, dat weten we. Jij behoort ongeveer tot het meubilair inderdaad in Den Haag. Maar Maxime, voor jou, en we hoorden je net aan het begin van de uitzending. Je vindt het gelul en ingewikkeld gedoe. Je wil niet bestuurd worden. Waarom doe je dan mee aan zo'n programma? Waarom wil je het maken? Nu te lang. Ja, nee, dat is een goede vraag. Waarom wil ik het maken? Omdat ik vind eigenlijk dat er te weinig aandacht besteed wordt aan politiek op radio en tv. Je ziet eigenlijk heel weinig over de verkiezingen. En ik vind dat de mensen, de burgers, recht hebben op informatie. Zit hij jou ook de hele tijd zo in de maling te nemen? Nee. Of luistert hij naar jou als jullie zijn? Ik heb één draaidag gehad en dan was ik wel echt helemaal kapot. Ja. Ik kan begrijpen dat Rutger als de vaste insider die dat al heel lang doet, dat het heel fijn is om dan iemand te hebben die van buiten komt en die met een frisse blik daarnaar kijkt. Enorm fijn. Ik neem aan dat dat ook een rol is die jij meeneemt. Dat je helemaal geen filter hebt op zijn Maximes gewoon, maar dat je zegt wat je denkt en voelt als je in zo'n gesprek bent. Het scheelt ook heel veel voorbereidingstijd. Ik hoef helemaal niks in te lezen of wat dan ook. Hij stuurt ook steeds mailtjes terug van ik ga er liever blanco in. Dat is hier gewoon. Nee, maar wat wel serieus zo is, en dat vind ik er wel heel leuk aan, is dat Maxime vertegenwoordigt natuurlijk wel een hele... Er is wel iets aan de hand in Nederland. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die de politiek gewoon beu zijn en die ook gewoon zeggen van ja, wat heeft het allemaal eigenlijk nog voor zin? Wat Rutte nu uithaalt 4 jaar lang... jij noemde hem gekke Henkie. Of nee, jij noemde dan jezelf gekke Henkie. Ik ben gekke Henkie niet. Nou ja, maar dat is wel precies wat heel veel Nederlanders denken. Maar Maxime is daar eigenlijk gewoon de Maxime, maar ik ben niet teleurgesteld. Ik heb ook nooit verwachtingen gehad over de politiek. Ik vind gewoon, je hebt helemaal geen bestuurders nodig. Niet in religieuze zin en ook niet in politieke zin. Dat is een beetje een anarchistisch denkbeeld. Nou en? Moet ik dan weten? Ja, moet jij zeker lekker zelf weten. Alleen in dit land worden we wel al bestuurd. Jij betaalt ook gewoon belastingen. Je houdt je ook gewoon aan de snelheid op de weg. Dat weet je helemaal niet. Ik mag leien voor je dat je het doet, want je zegt dit nu op tv. Nou, ik ben niet bang voor de belasting. Laat ze maar komen. Oké, jij gaat dadelijk solo verder in dit programma, begrijp ik. Wie doet het goed in jouw optiek? Ook al sta je op afstand en dan ben je er niet zo van gecharmeerd. Wie doet het goed? Wie geloof jij? Niemand. Echt waar? Is er helemaal niemand in politiek die je gelooft? Nee, maar ik vind echt mensen die denken dat ze het land kunnen besturen of zo intelligent zijn dat ze weten al die tegenstrijdige krachten te kunnen bundelen. Die moeten eigenlijk, die hebben grootheidswaan en die moeten echt opgenomen worden onder dwang. Vind ik een beetje makkelijk voor iemand die dan helemaal de tijd gaat besteden aan het maken van zo'n programma. Waarom hè? Niet? Ik vind politici, jij besteedt er ook best wel veel aandacht aan en de komende weken nog meer. Ja, tuurlijk. Het zijn voor mij hele rare diertjes waarvan ik niet begrijp waarom ze zich zo dragen. Ja, maar dat mag je denken natuurlijk, maar het uitgangspunt is dat je nieuwsgierig bent. Dat ben ik wel, maar je kan toch ook nieuwsgierig zijn naar dieren die je niet begrijpt? Dat ben ik ook. Gerard? Ja, ik ben hier totaal van onder de indruk. Ik dacht dat Koren vreselijk was, maar deze kan ook. Blij dat jij het zegt. Ze is echt te geloven. Maar ja, wel grappig. Behoor jij tot 70% van zwevende kiezers? Want 70% zegt dat nog niet te weten. Ja, wat ze inmiddels wel. Ik heb altijd VVD gestemd. Mm-hmm. En nu ga ik echt denken, ik moet iets anders. Maar ik weet het ook gewoon niet meer. Ja, volgens mij weet jij het al heel lang. Zoals? Op PVV. Nee. Nee? Nee. Ik hoor, ik lees wel eens Facebook dingetjes van jou dat ik wel denk van ja, dit is gewoon, volgens mij heeft Geertje ingehuurd. Nee. Maar dat maar zo, ik heb er financieel nog niets van gemerkt. En mijn haar is ook niet blond geverfd, dus wat dat betreft, nee, absoluut niet. Nee, is het nee, hoor. Zo? Ben je niet, ik moet je goed luisteren, het gaat natuurlijk allemaal 2 stappen te ver, de PVV altijd, met alle uitspraken. En ik vind gewoon, jij gaat waarschijnlijk uit van mijn blogs die ik ooit geschreven heb, een jaar lang. Ja. Nee, dat was gewoon dat ik me zorgen maak over hoe het in Nederland ging met alle vluchtelingen en zo erin eruit. Ja. En het niet aanpassen van de Nederlandse in cultuur. Nederland, ja, dat vind ik eng en dat vind ik angst. Maar stel nou dat PVV wint en die gaat bijvoorbeeld samen met Henk Krol een kabinet vormen, als dat mogelijk is. Dan heb je dus alle moslims en alle mensen onder de 50, die zijn eigenlijk ontevreden. Dus
Wat voor kutland leef je dan? Ja, maar je krijgt toch altijd dit soort discussies? Of het nou de PVV is met PvdA of PvdA samen met VVD. Afgelopen 4 jaar is het toch ook allemaal een drama geweest? Afwegen, afwegen, afwegen. Ja, dus het hele systeem is gewoon totaal failliet. En daarom vind ik het interessant om er dit keer bij te zijn. Nee, ik denk dat het nog misschien nog 1 keer 4 jaar duurt. En dan is de hele politiek naar de kloten. En dat je vind kan ik ook zeggen, als je, het is versplinterd, toch, het politieke landschap. En niemand heeft het uiteindelijk echt voor het zeggen. Dat is in het aard ook van de Nederlandse politiek, is compromissen sluiten. Ja, maar dat is natuurlijk het lastige. Want wij zitten hier vaak aan deze tafel. We hebben heel veel mensen kritiek op Trump. Dat is een land waar winner takes it all. Ja, klopt. Dan zijn ook heel veel mensen ontevreden. In Nederland heb je dat er een aantal partijen winnen, een aantal partijen verliezen. En dan komt er een compromis. En dat is natuurlijk niet fijn, want je stemt op 1 partij en je krijgt er een paar bij. En je weet meestal niet welke het zijn. En de standpunten worden allemaal later bij de Dat heeft allemaal nadelen. We moeten daarom ook niet boos zijn op het systeem. Dat vind ik, heb ik ook wel eens tegen Maxim gezegd, dom. Want het gaat om de mensen die dat systeem vullen. Dus het gaat erom. En daarom vind ik het belangrijk om zo'n programma te maken. Ten eerste types zoals Maxim erbij te betrekken. Ook vertegenwoordigt hij heel veel kijkers. Maar ook om de politici, Rutte, Pechtold, noem ze maar op, om ze scherp te houden op van jongens, jullie verliezen op deze manier het vertrouwen. En ze dat recht in het gezicht te blijven. Ja, maar als je eerst een maand lang ruzie met elkaar maakt en je ziet het op tv als burger en vervolgens weet je eigenlijk dat na de verkiezingen gaan ze gewoon weer gezellig koffie drinken. Ik bedoel, wat doet dat voor het Dat hele spel is niet interessant. Kijk, jij vindt dat Haagse spel interessant. Nee, ik vind het helemaal totaal niet boeiend. Ik vind het belangrijk. Kom met visies over de lange termijn. Kom met originele ideeën. Ik heb wel eens voorgesteld om gewoon landen te maken met mensen die het met elkaar eens zijn. Dan maak je gewoon een PVV-land. En je maakt een land met allemaal mensen die multiculturele dingen houden. Dan ben je veel beter. Dat hoor ik nooit, dat soort ideeën. Nee. Het is allemaal een beetje pappen en nat houden de hele tijd. Dat is ook vrij moeilijk uitvoerbaar, denk ik. Dat maakt niet uit. Er zijn meer dingen moeilijk uitvoerbaar. Dus je wil ideologisch blijven dromen. Ja, dat is toch wat politiek is? Volgens mij ben je veel meer geëngageerd en betrokken dan dat je eigenlijk... We zullen het meemaken. Misschien ga ik nog wel stemmen ook na een paar weken. Ik denk ook wel dat dat zo gaat zijn. Ik heb een klus te doen. Wat ik wel vind, hè, weet je, wat ik bijvoorbeeld bij Trump iedere keer vind, is dat ik hem zo ongelooflijk onfatsoenlijk vind. Hoe die praat, hoe die mensen aanspreekt. On-Amerikaans onfatsoenlijk, ja. Gewoon onfatsoenlijk. En dat voel ik bij jullie ook een beetje. Dus ik vind het wel grappig, hoor, want ik ga er zeker om lachen. Maar de toon die je neerzet, is, vind ik onfatsoenlijk. Maar, maar dan gaan we de discussie in. Ik vind het prima, hoor. Maar dan gaan we het over de fatsoenskloof, hè? Dus dan, wat is dan fatsoenlijk? Ik graag wil dat mensen gemobiliseerd worden over veranderingen. Ja, maar onfatsoen is er nu eenmaal. En ik zeg altijd tegen mensen zoals jij dat nu zegt... Onfatsoen is het. Face it, beat it. Fake news, het is er. Face it, beat it. Leef niet in de verleden tijd. Wees in het nu en bekijk het, zie het en werk eraan. Er zijn heel veel journalisten, zoals Joost. Dat zijn degenen die dat dan moeten filteren. En dat doet hij voortreffelijk. Wij doen dat op onze manier. Maar mensen die altijd maar ouderwets blijven zeggen... een fatsoen, weet je. Je moet ons vertrouwen proberen te wekken, zodat mensen weer gaan stemmen. Nee, dat is mijn taak helemaal niet. Ik vind juist hoe meer mensen niet stemmen, hoe sneller Nederland een anarchie wordt, des te meer ik het toejuich. Nou gaan we het zeker helemaal niet over eens worden. Rutger en Maxim, kiezenpartij is vanaf 6 maart 7 dagen lang te zien op NPO 3. Heren, dank jullie wel. Deze week maakten René Vroeger, Jeroen van der Boom en Gerard Joling met veel mediaspectakel een vierde topperslid bekend, Jan Smit. En gisteravond was het eerste deel te zien van een tweedelige special 12,5 jaar de toppers. De trend! Het was natuurlijk weer enig om die mensen later weer te zien daar in de arena, waarvan de een op krukken liep en de ander met de rollator. Ja, dat is heel slechte been. Maar moet je voorstellen dan, omdat er één slechte been is, moeten wij een lift erin zetten. Boniem vond ik fantastisch, natuurlijk Bobby Farrell. Dus ik kom uit de Koninklijke Loge, gereest als een idioot, helemaal zo dansend van de trap af naar het is een rotend. Ja, toen was hij buiten adem, maar toen was hij de weg kwijt. Als er een gastartiest is geweest, waar je soms maar 3,5 minuten of 4 minuten voor hebt, dan moet je weer in het totaal aan de pak staan, helemaal opgedroogd en keurig en... gepoeierd en je haren in de krullen, baf, en dan ga je, hup, volgende nummer. Twaalf en een half jaar, toppers. Ja. Kun je nog een, laat ik het zo zeggen, je hebt een leven voor en na. Ja. Kun je dat leven daarvoor nog herinneren? Ja, want ik was best wel heel druk, ook met heel veel dingen. En wat deed ik?
shownieuws en zo allemaal. En ik deed me gewoon een optreden wat heel druk was. En het liep allemaal prima. Alleen dit was zoiets geks. Dat we bij elkaar gevraagd zijn door René in het eerste jaar. En op een gegeven moment zei dit moeten we volgend jaar met z'n allen gaan doen. En toen was het Gordon, René en ik zei de gek. Ja, en dat sloeg enorm aan. Ik kan nog steeds niet begrijpen dat dat zo lang doorgaat. Dat het dit zou worden? Dit nee. Wat je hier ziet, die massaliteit? 67.000 mensen gaan erin. Het is ongekend. Alhoewel dat de eerste twee keer niet zo was. Hoor. Want toen hadden we nog zitplaatsen. Maar ze dachten, dan kunnen we er nog meer in als we de zitplaatsen weer gaan. En dan krijgen we dit dus. Ja, dit is, als ik, het, ja ik zie het bijna nooit terug. Als ik het nu terug zie, dan vind ik het ook wel weer briljant eigenlijk. Hoezo? Nee, omdat je dan, nee, uiteindelijk unaniem een belachelijk groot succes. Ja, nee, welke Nederlandse artiest kan dat? Ja, ik heb nou 42 keer in de uitverkochte arena gezegd. Ik vind dat toch wel iets bijzonders. Dat is het ook. Dat je is moet het in Nederland ook. Altijd heel gewoon blijven. En nee hoor, hier aan tafel hoeft dat niet. Zeker niet. Nee. Kijk maar, zij geven het voorbeeld. Is het, als je 42 keer hebt gedaan, Geert, is het nog altijd een even grote kick? Ja. Het, ja, wat ik geleerd heb is dat de eerste paar keer of de eerste keer, dan racede ik dat podium. Ik dacht, al die mensen, heerlijk, weet je wel. En dan was ik droge lippen en helemaal moe al en geen stem. Tegenwoordig ga ik heel langzaam, swing ik zo lekker het bühnetje op en begin ik te zingen. En dan, het helemaal routine. Ja, je leert iedere keer weer iets, maar het blijft iets ongelooflijk. Die energie die van die mensen afkomt, dat je daar dan weer staat of weer mag staan. En dan lekker zingen en je ding doen en ook vreselijk veel lol hebben natuurlijk. Maar het is wel even knallen. Je moet 3 uur achter elkaar gewoon. Het is een race met omkleden en snel en vlug. En wat verdien je daaraan eigenlijk? Ja, het is dat willen weten. Ja, het is een soort. Ik bedoel, de afgelopen 40 keer, nou, ik denk dat ik toch wel zo'n... Ja, het is een soort SP. Ze moeten de helft afdragen aan René Vroeger. Ja. Nou, dat is dus absoluut niet zo. Maar wat kost een kaartje eigenlijk? Geen idee. Want weet je waarom? Ik vraag het echt serieus. Omdat ik las dat bijvoorbeeld U2, die verdienen 1 miljoen per bandlid per optreden. En dan denk ik, waarom maken ze dan die kaartjes niet goedkoper, zodat er veel meer fans naartoe kunnen? Want, ja, dat zou kunnen. Dat ligt natuurlijk maar heel anders. Maar dat misschien anders, hoor, want jullie vragen al minder geld, geloof ik. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het natuurlijk te maken heeft of je nou gewoon... De meesten willen graag altijd eerst de staanplaats hebben. Dan de eerste bühne en de tweede ring is goedkoper, omdat je hoger zit. Het is wel weer Nederlands om het dan nu over... over we gaan het ook stoppen om daarover te hebben. Heel veel. Het thema van de volgende topperreeks is... Wild West thuis best. En dan gaan jullie naar Oostenrijk om daar een soap op te nemen. Ja, vind ik zelf waarom ook heel erg gek. Nou, dan gaan we eventjes... Ik snap misschien... het niet, nee, Geert. Snap het. Hoe vind je die foto trouwens? Te gek. Wat heeft René Vroeger met de tanden? En die nek ook, voor mij hoor. Dik met zo'n smal nee, kopje. Weet je wat ik leuk vind bij jou? De gloss zo. Oh, ik dacht dat je die cactus tussen mijn benen bedoelde. Nee. Wij gaan naar Oostenrijk. Ik heb geen idee. Waarom naar Oostenrijk? Ik weet het. Wat is het, een soort glamour cowboy in Oostenrijk? Nee, we gaan we zijn 2 documentaires. Dat was gisteren en volgende week. Daar is een soort soap in de aanloop. Ja, en dan komt er een soap achteraan. En dan gaan wij gewoon allemaal leuke dingen doen. En het ook in het buitenland dingen organiseren voor onszelf. Maar ook gaan we daar weer dingen doen. En dat varieert van priksleeën, schaatsen, skiën. Priksleeën? Ja. Wat is dat? Op het ijs. Jij denkt gelijk aan wat anders waarschijnlijk. Nee! Oh. Ga ik dit overleven? Okay, ik ga niet overleven. Dat kan nooit zo erg zijn als de laatste keer. Die man die hier zat in Rotterdam. Hè? Nee, dat klopt. Oh. Maar luister, ik heb nog een hartstikke leuke single uit Vol Gas. Ja. Oké, fine. We gaan Vol Gas. Nee, wacht. Ik neem de leiding terug. Vol Gas. Ik citeer even uit de lyric, de tekst. Ja? Ik ga Vol Gas, gewoon Vol Gas. Ik ga niet langer wachten op dat geluk. Dat ene stuk, ik wil geen lege nachten. Je bent door. Ja, ik wou net zeggen, maar dus dat wordt, wat zijn die lege nachten? Sommige vrienden. Die lege, daar legt er gewoon helemaal niemand naast. Dat is alleen die ene tekst. Ben je verdrietig? Nee, zeker niet. Maar het is iemand die heeft het voor mij geschreven. Zeg, het is bijna autobiografisch. Leuk. Ben je eenzaam? Nee, absoluut niet. Wil je die lege nachten gevuld hebben? Nou, het is een liedje, hè? Even naar de clip kijken. Vol gas! Oh, het is een heel vrolijk nummer. Heerlijk. Ja. Hij komt er even bij. Zo jongens, we komen allemaal even bij, vind je? Heb je deze clip zelf gemaakt? Nee, het is heel grappig. Ik zit gewoon op een kistje. Dat op zie een ik. Beste kistje, met een los stuurtje. Ook dat zien we. Maar het is ook een heel vrolijk nummer. Een heel vrolijk nummer. Ja, daar zijn we niks aan de hand met die lege nachten. Ik had heel graag in zingen met een grote band en orkest, maar er was geen plek voor. Nee, dat alleen maar een politieke gelul de hele week, iedere keer. Maar het is een beeldschone clip. Ga naar www.gerardjohnnink.nl. Stop daarmee! Het hele oeuvre bekijken en je kunt hem ook gewoon downloaden. Ja, oké, top. Gerard, luister even. Eva, de kerst is vroeg begonnen, zie ik ook. Speciaal voor jou aangetrokken, omdat de vorige keer dat je hier was, zei je moet meer glitter. Dragen. Ja, je ziet er af en toe een beetje... We gaan niet mijn kleding analyseren. Nee, niet lullig. Gewoon tuttig. Eva, kan wat sexy. Ik wou ook nog even wat zeggen. Helemaal niet! Jawel, je hebt je laatste uitzending. Ik heb cadeautjes meegenomen.
Omdat je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt Pauw waanzinnig verslagen. Ik heb haarelastiekjes voor je en een zakje dropjes. Namens het publiek ook. Geef het even door, jongens. Dank je. Aardig van je. Goed. Nou ja, terug naar de inhoud. Terug naar de inhoud. De laatste uitzending hoeft niet altijd de slechtste te zijn, maar je zit er wel tegenaan. Maar dat kunnen we ook gewoon naar doen. Dat maakt het ook allemaal niet uit. Gaan we niet over de inhoud hebben. Is er nog iets belangrijks wat jij wilt doen? Want je bent al zo lang, ja, zo populair. Wij kunnen, je laat om jou lachen. Je neemt jezelf niet te serieus. Nee, maar je neemt je werk wel serieus. Zeker. Want je bent een professional in alles. En heel veel mensen mochten willen dat ze zo lang zouden meedraaien als jij dat doet. Is er nog iets wat je graag wil, Gerard? Iets wat we misschien niet van jou verwachten? Ja, een klassieke cd zou ik op willen nemen. Echt? Maar echt... 1700, dan moet ik zeggen, alles oud, gewoon oud. Dus niet zomaar een meezinger, een Italiaanse meezinger. Een klassieke cd, prachtig. Wanneer ga je dat doen? Ik denk zeer binnenkort, heb ik zin in. Groot orkest en prachtig mooie liedjes uitzoeken. Maar ik heb nu al iets van 25 of 30 cd's opgenomen. Ik weet ook niet meer wat ik opnemen moet. Dus ga vol gas. Klassieke muziek. We gaan er ook nog eens depressief uit nu. Nee, helemaal niet. Dat is wel een kunst. Nee, deze uitzending bedoel ik. Nee, deze uitzending is toch enig, dames en heren, of niet? Deel 2 van 12,5 jaar de toppers is donderdag om 9:30 te zien bij SBS 6. Het enig. Lekker kijken. Ja, zeker. Vol gas. En vol gas ook. Vol gas. Ja. Christus Maria. Dank jullie wel allemaal dat jullie er waren. Dank jullie wel. U thuis bedankt voor het kijken. Dit was voorlopig de laatste Jinek. Vanaf maandag ben ik er samen met Jeroen Pauw met Pauw en Jinek de verkiezingen. Jij komt ook lekker vaak langs. Het wordt geweldig. Goed weekend. Heel graag tot maandag. Joehoe! Wil je een uitzending van Pauw en Jinek de verkiezingen bijwonen live vanuit Café Américain in Amsterdam? Ga dan naar evajinek.nl en meld je aan.